Waar gebruikt u uw telefoon voor? Voor om te bellen, appen en veel te veel voor spelletjes. Ik eigenlijk alleen om te appen en mijn dienstdozen van mijn werk bekijken. En jij? Vooral Snapchat en Insta. Goed. Ik heb wel geen dat u gelijk een telefoon ook erbij heeft. Hey, waar gebruikt u uw telefoon voor? Voor alles. Voor alles dus. Wat erop aan, wat erop zit en aan vast zit. Internetbankieren. Bijna bellen. Alles. Voor contacten te leggen, dus via WhatsApp en Facebook. Dus contacten onderhouden vooral. Ja, en jij? Ja, denk eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Instagram, af en toe een beetje foto's plaatsen. Niet te veel ook eigenlijk, maar leuk ook om te zien wat andere mensen doen. En toch wel contacten onderhouden. Buiten als je elkaar wat minder vaak ziet, dat je dan toch enige vorm van contact kan houden met elkaar. Ja, waar gebruikt u uw telefoon voor? Ik? Ja. Vooral om te bellen en te WhatsAppen. Ja, wat op te zoeken. En jij? WhatsAppen, social media en spelletjes. Maar soms ook dingen voor school. Dus hij moet zijn rooster, zijn huiswerk en dan moet hij allemaal op zijn telefoon doen. Ja. En wanneer denkt u dat u zelf dat iemand verslaafd is aan zijn telefoon? Ik denk dat meer mensen verslaafd zijn dan ze zelf denken. Dus ik denk dat ik er één van ben. Nou, als ze echt alles wat om zich heen gebeurt vergeten en niet meer zien. En jij volgens jou? Ja, hetzelfde wel. Als je er continu mee in je hand loopt. Oh, dat is een goeie. Ik vind dat zelf ook een tijd lastig, want dan denk ik, ben ik ook verslaafd? Want ik zit wel vaak op mijn telefoon. Ik denk als je niet zonder kan. Dus dat je echt de hele dag aan je telefoon moet zitten en er ook echt veel op zit. Ik denk dat dat voor mij wel verslaafd aan is. Ja, ik denk het ook wel. Ik vind af en toe dat hij wat te lang erachter zit. En ja, verslaafd wil ik het niet noemen. Maar ik vind wel voor een jongen van zijn leeftijd mag hij wel wat minder achter zijn telefoon zitten. Ja, als je verslaafd, dan moet je de hele dag op je telefoon zitten. Dus dat gebeurt niet zo snel. Ik ben er één van. En hoeveel uur denkt u dat u op je telefoon zit gemiddeld? Tussen de 2 en 3 uur per dag. Ik denk dat dat toch wel ruim een uur per dag is. 1,5 uur misschien, soms wel. Ik 3 uur per dag, denk ik. Per dag? Ja. Nee, ik ben niet verslaafd. Nee. En jij? Nee, ook niet. Zeker meer dan 10 uur. Ik later terug kan kijken. Ja? Oké. Thuisfront kan laten zien. Nee, want ik kan hem echt missen. Echt waar, ik wou dat zo'n ding thuis had. Hoe zou het eigenlijk zijn als er bijvoorbeeld morgen geen smartphones meer zouden zijn? Heerlijk. Heerlijk. Nou, iets meer heerlijk. Ik kwam dus jaren geleden bij Weekamp. Ik had beter die kunnen kiezen, maar ik dacht, ik wil iets lager. Maar had ik het ook in termijnen kunnen betalen? Maar daar bellen we weer aan, dan gaan we weer anders met de dingen om, denk ik. Ja. Ik zou het wel erg vinden. Daar moet ik niet aan denken. Ja, is goed. Maar dat komt door mijn spelletjes. Zodra ik klaar ben, dan in mond. Ja. Maar ik speel Pokémon dus. Maar gaat die niet dan snel op, sorry? Jawel, maar ik heb Powerbank. Ja, dat is wel. Ik krijg gelijk ook een kaartje mee. Zat de website al op? Ja, is goed. Ja, oké. Nou ja, fijne dag nog. Oh ja, ik zie het. Heb je nou een dub?